Goeienacht. Ik richt me weer eventjes tot de mensen, de achterblijvers. Bij iedereen die het ziet mag meeluisteren, kijken. Het zijn er eruit, het zijn of de haren eruit halen. Vrienden wat wils. Het is midden in de nacht. Ik word ieder uur wakker. Ik moet ook weer lastig gevallen worden, zo zal het zijn natuurlijk. Hè. Ik ben een targeted individual. Ik ben het targeted individual hier in deze landen. Ze zijn hele dag en nacht zijn ze op zoek naar me. Ja, schijnbaar kunnen ze me niet vinden. Ik heb geen grootheidswaanzin, dat is onzin. Ik heb wel waanzin en dat is gelukkig wel prettig. Want het houdt je gezond en scherp. Dus ik denk, ik neem nog even een filmpje op. Ik krijg nou echt één op één informatie door een opdracht waar ik soms niet eens begrijp waarom ik ze moet doen. Ik ben natuurlijk geen GGZ-materiaal. Ik krijg geen opdrachten van onzichtbare entiteiten. Ik krijg gewoon hele duidelijke opdrachten. Duidelijke entiteiten, duidelijke mensen, personen. Dus geen reden om een crisisteam in te schakelen of zo. Want ik ben zo geestelijk gezond als dat maar kan. En ik heb ook wel goed geslapen hoor. Ik heb zo'n uurtje of 7 wel gepakt weer. Dus. En soms is het om een uurtje. Iedere keer een uurtje, maar het telt ook lekker op. Ja, we zijn er bijna. Laatste loodjes. Het is en het was en het is mooi. Het is anders dan ik ooit allemaal alles. Zelf had ik dit niet kunnen verzinnen. Ik had het niet kunnen verzinnen zoals het nou gaat. Het is, gaat hard. Ik lees jullie berichten allemaal op de tijdlijn. Bedankt daarvoor. Ik lach me kapot soms. En soms moet ik ook huilen. En soms ben ik verdrietig. En soms word ik een beetje boos. Maar nooit lang en nooit erg. Kom op. Kap er nou toch eens mee. Dat zullen jullie ook allemaal wel ervaren. Ik vind het wel verwarrend. Wie ben ik nu weer, weet je wel. En dan ben je weer het telefoonnummer kwijt. En dan zou iemand weer bellen. En dan weet je allemaal niet meer. En dan val je weer midden in iets waarvan je zegt van ja, daar heb ik geen voorkennis van of zo. En dan moet je mij alles weer aan elkaar improviseren. En het is redelijk vermoeiend. Maar het is wel, het voldoet wel. Geef je wel een voldaan gevoel aan het eind van de dag. Tenminste mij wel, laat ik zo zeggen. En aan de andere kant is het een aanslag op je brein. En je ziel. Maar goed. Als je op een hoger percentage zit. Dat je grijze massa weet te gebruiken. En aan te spreken via je DNA. En je instructies. Er is niks aan de hand. Kan je gewoon op je intuïtie, je gut feeling vertrouwen en dan zit je altijd goed. Dan kies je altijd goed. En kan niks of niemand je in welke werelden ook iets maken. Je bent altijd de nodige 35.000 stappen voor. het is bijna ten einde. Ik zou zeggen, blijf de waarheid spreken. Blijf lief hebben. Wees voorzichtig. Rustig aan. Leun af en toe ook eens even achterover om dingen. Rollen zichzelf ook wel eens gewoon voor je ogen uit. En je hoeft eigenlijk helemaal soms niks te doen. Soms is het best gewoon niks doen. Het belangrijke. Woorden te spreken van dochter van mijn broertje. Niks doen is ook een optie. En dat is
In mijn woordenboek kwam hij nooit voor. Ja, niks doen is een optie, maar het is nu mijn lijfspreuk. Gewoon niks doen. Geen woede, geen bloed, geen moord, geen wraak. Maar gewoon cocktails en een goed muziekje. En even tv kijken, ontspannen. Alles komt vanzelf weer terug. Alles valt op zijn plek. Ieder puzzelstukje. Wat kwijt was, wordt weer gevonden. Alles wordt heel gemaakt. Alles wordt gecijferd. Alles wordt gereinigd. Niets is wat het lijkt. Niemand is wie die lijkt dat hij is. Ook onze jongens van de persconferentie niet. Echt even een heel klein beetje extra respect voor die mannen. Want... wat hebben die een show opgevoerd. Ik wil ze allemaal een hart onder de riem steken. En bedanken voor hun belangrijke werk. En bedanken voor hun uithoudingsvermogen. De mensen in de media ook bedankt. Ik zie jullie werk. En ik had me vergist. En nu... Tuurlijk. Je laat ook wel een steekje vallen, dat is gewoon normaal. Maar over het algemeen gewoon een dikke voldoende. Ziekenhuizen, ik leef met jullie mee. En jongens, meisjes, mensen, lichamen met alle attributen. Of niet, geweldig. Wauw, zonder jullie was het niet mogelijk geweest. En, alle muzikanten, mijn favoriete muzikanten. Jullie weten wel wie jullie zijn, waar ik graag mee samenspel. En waar ik graag naar luister en naar kijk. Zeker ook naar kijk, ja zeker wel. Dank jullie wel. Ik ben lekker ver weg gestopt ergens in de... uithoek van het universum. Dus ja, vind mij maar eens. Ik weet niet zelf, weet ik niet eens waar ik zit. Dus dat is gaaf. Leuk dat ik ook gewoon nog kan Facebooken trouwens. Het wordt morgen, morgen, dus vandaag is het al woensdag. We zijn er bijna dit jaar. Dit jaar hoop ik dat het tot een conclusie komt. Never lose faith. Give up hope. Because hope is obsolete. It's a knowing. It's a blessing. It's gonna be wonderful. Fijne dag. Veel wijsheid. Rustig aan. Doe waar je zin in hebt. Waar je goed in bent. Dank jullie allemaal. En tot ziens. Snel hoop ik.